Hallo, ik ben Gjalsjoen Peters en ik ga hier kort wat uitleg geven over Align Survey. In eerste instantie ga ik het even hebben over hoe je accounts aanmaakt voor andere mensen. Dat is vooral gericht voor wetenschappelijk personeel die samenwerkt met studenten en of externen. En in tweede instantie geef ik wat algemene uitleg over Align Survey, over hoe je vragenlijsten inricht. Het eerste wat je doet is inloggen met username en password. Voor studenten en externen worden die aangemaakt door het wetenschappelijk personeel van de Open Universiteit. Voor dat wetenschappelijk personeel, die kunnen het aanvragen bij iemand, wiens naam ik niet ga noemen, in verband met de privacywetgeving. Maar die kunnen het ergens aanvragen en die weten als het goed is waar het is. En anders kunnen ze contact met mij opnemen. Nu we het er toch over hebben. Als je met Align Survey werkt, moet je dat wachtwoord nooit opslaan elders dan in een password manager. Het is in het algemeen belangrijk om wachtwoorden nooit te hergebruiken, want zo nu en dan lekken er databases met wachtwoorden en usernames. Wat betekent dat mensen die zo'n wachtwoord hebben ook in kunnen loggen op andere plekken met je e-mailadres en dat wachtwoord wat ze hebben. Dus je moet een wachtwoord altijd maar één keer gebruiken. En die moet je vervolgens veilig opslaan. Dus het is belangrijk om een password manager te gebruiken. Bij de Open Universiteit gebruiken we KeePass, dat is open source, dus dat is in lijn met Open Science. En het beleid van de overheid om open source te gebruiken. Daarin kun je heel makkelijk nieuwe wachtwoorden aanmaken. Die je dan kunt kopiëren. Of je kunt allerlei andere wachtwoorden genereren. Als je bijvoorbeeld een complexer wachtwoord wil. Die kun je dan opslaan. En die kun je dan copy-pasten uit KeePass. Of zoals je hier ziet, als je de browser plugin Key gebruikt. Dan vult hij hem automatisch voor je in. Dus als je eenmaal je hele veilige wachtwoord hebt ingevoerd, dan kun je inloggen. En het eerste wat je dan doet, is een gebruiker aanmaken voor de externe of de student waar je mee wil samenwerken. Nogmaals, ik start even met het perspectief van het wetenschappelijk personeel die dus een account voor iemand anders maakt. Dat doe je bij Manage Survey Administrators. Daar klik je dan op Add User. En dan vervolgens kun je aangeven wie dat is. Dus we noemen deze bijvoorbeeld Test User Account. Test e-mailadres en een naam, bijvoorbeeld test user. Mocht je een account voor een bachelor thesis groepje maken, dan is er een bepaalde naamgevingsconventie die je kunt vinden via de handleiding voor Align Survey die we gebruiken. Dat is lab.ou.nl/lsmanual. Dit heb ik ook al een paar keer gemaild, dus als het goed is dat bij iedereen bekend. Dan maak je een account aan. Normaal krijg je dan een pop-up waar je de rechten in kunt stellen. Maar als het goed is, heeft jouw account geen recht om rechten in te stellen. En dat moet ook niet, want de users die je zelf aanmaakt, die mogen geign algemene globale rechten binnen Align Survey krijgen. Dus als ik nu op Set User Permissions klik, krijg ik als het goed is een foutmelding, omdat ik het recht niet heb om die in te stellen. Ja, precies. Ik ben in een ander anonymous window tegelijkertijd ingelogd als administrator van de psychologie account. En dan kan ik even laten zien hoe dat veld om permissies in te stellen eruit ziet. Dat ziet er ongeveer zo uit. Hier kun je dus allerlei rechten geven voor Align Survey in het algemeen. Om bijvoorbeeld gebruikers aan te maken of te verwijderen. Om surveys aan te maken of te verwijderen, etc. Je ziet dat de type rechten hier in de rij staan. En dat je in de kolommen kunt aangeven of mensen iets kunnen aanmaken. Of dat ze het ook mogen verwijderen, etc. Ikzelf, want je kijkt hier naar de rechten die mijn user als gewoon WP-staflid heeft, heb dus relatief weinig rechten. Wat ook de bedoeling is, want er zijn een hoop dingen die je meestal niet hoeft. In principe hoef je helemaal geen algemene rechten te hebben. Alleen dan kun je alleen maar werken in surveys die iemand anders maakt. En dat is dus een situatie die wij moeten gebruiken voor onze studenten en externen, omdat het nooit het geval mag zijn dat zij surveys kunnen aanmaken in onze Align Survey instelling. Dus vervolgens maken wij een survey waar ze mee kunnen werken. Hierboven heb je een aantal menus. En één daarvan is surveys. Hier staat, zie ik nu het tutorials menu, wat mij eigenlijk nog nooit was opgevallen. Maar voor iedereen die nog niet bekend is met Align Survey, gebruik dat vooral om te leren hoe het werkt. Als je op surveys klikt, zie je een lijst van je surveys. Dit zijn de surveys waar ik toegang toe heb. En dan kun je hier een nieuwe survey aanmaken. Dat kan ook rechtstreeks in dat drop-down menutje. Maar daar denk ik meestal niet aan. Dus je klikt op Add a Survey. Heel belangrijk als je een survey aanmaakt. De basistaal kan nooit meer veranderd worden. Als je dus een Nederlandstalige vragenlijst wil, zorg dan dat je hem op of formeel of informeel Nederlands zet. In lijn met de nieuwe huisstijl van de OU zou je voor informeel kunnen gaan. Je kunt ook voor formeel gaan, afhankelijk van de doelgroep die je wil gaan benaderen. Dus dat doen we even in dit geval. We gaan voor een informele vragenlijst. Aangezien ik zelf vooral met uitgaanspubliek werk.
En we maken een leuke vragenlijst over drugs, seks en rock and roll. Deze tekstvelden hier, description, welcome message en message, die zijn anders voor elke taal als ze straks een survey hebben aangemaakt. Dus als je een multilingual survey wil maken, kun je straks talen toevoegen en dan kun je al die teksten aanpassen. De description is, afhankelijk van hoe je het instelt, zichtbaar op elke pagina. De welcome message alleen op de eerste pagina en de end message alleen als mensen klaar zijn. Met end URL kun je mensen doorsturen naar een andere website als je klaar bent. Dat gebruiken wij bijvoorbeeld voor de integratie met O4U, zodat je mensen terug kunt sturen naar O4U. Bij het datumformaat kun je in plaats van dit absurde formaat bijvoorbeeld een van deze kiezen, wat gewoon het standaard ISO formaat voor data is, zodat die handig wordt opgeslagen. Decimal point, standaard in het Engels is punt, dus die kunnen we laten staan. En dan kunnen we de survey opslaan. Hier staan nog veel meer instellingen, maar omdat dit bedoeld is als kort introfilmpje, ga ik die niet allemaal af. Nu hebben we een survey, dan heb je hier links heb je een paneel met twee tabs. In de linker tab, of het linker tabblaadje, staan de algemene survey-instellingen. In het rechter tabblaadje kunnen we vragen en groepen toevoegen. Als je een wetenschappelijk personeelslid bent, is het idee dat je dat niet zelf doet. Als je tenminste met dit voor een student doet, want dan is het idee dat die student dat doet. Als je wel zelf een vragenlijst maakt, of bijvoorbeeld een account hebt gemaakt omdat je met externen werkt, dan kun je natuurlijk wel hier aan de slag. Dus de eerste stap die we nu nemen is dat we iemand anders toegang geven tot deze survey. En dat kan hier onderin bij de survey permissions. Daar kunnen we dan vervolgens de gebruiker die we net hebben aangemaakt toevoegen. Dat was test user, dus ik klik even op de T. Oh, dat was duidelijk niet de enige. Ik weet niet eens meer welke het was, maar laten we even aannemen dat deze het was. Dan geven we deze gebruiker nu toegang tot de survey. Nu kunnen we de toegangsrechten van die gebruiker in deze survey instellen. En dat kunnen we wel altijd instellen. Het is belangrijk om hier goed op te letten, want er zijn een aantal dingen waarvan je normaal niet wil dat een student dat recht bijvoorbeeld heeft. Lullig voor studenten die alvast kijken, maar zo is het leven. Eén daarvan is dat studenten niet zomaar surveys mogen activeren. Dus de permission to activate die activated survey moeten we niet aanvinken. Dat komt omdat je in die situatie, als je dat wel zou doen, zou je in de situatie kunnen komen dat een student soms een survey activeert zonder dat je daar zelf al een fiat op hebt gegeven. Wat betekent dat er namens de Open Universiteit wellicht dataverzameling plaatsvindt waar wij het helemaal niet mee eens zijn. Bijvoorbeeld voordat er CETO-goedkeuring is. Een andere belangrijke is de responses. En die staan ergens. Als dit nou interactief was. De responses. Je kunt studenten het recht geven om responses te downloaden, maar uitsluitend als je zeker weet dat je geen persoonsgegevens verzamelt. Als je wel persoonsgegevens verzamelt, kun je alleen studenten het recht geven om data te downloaden, als je dat hebt afgestemd met bijvoorbeeld de privacy officer, zodat we zeker weten dat dat nog steeds AVG-compliant is. In veel gevallen zal het AVG-complianter zijn dat je zelf als medewerker de data downloadt, anonimiseert en alleen de geanonimiseerde data doorstuurt aan de studenten. Maar soms is het nodig dat studenten wel toegang krijgen tot persoonsgegevens die we hebben verzameld. En daar moeten we dan de procedures daaromheen goed inrichten. En Mark, onze huidige privacy officer, kan jullie daar heel goed bij helpen. Verder maakt het niet zo heel veel uit. Assessments gebruiken we eigenlijk niet echt. Quick translation betekent eigenlijk gewoon dat Lyme Survey dingen langs Google kan gooien. Voor wetenschappelijk onderzoek is dat zo crappy en praktisch nutteloos dat we daar niet zo heel veel aan hebben. Quotas betekent, volgens mij kun je dat gebruiken om te zeggen dat je bepaalde mensen binnen een bepaalde strata nodig hebt. Maar daar heb ik zelf nooit mee gewerkt. Dus dat zal je even moeten googlen als je dat wel wil gebruiken. Laten we er even van uitgaan hier dat we met persoonsgegevens werken. Dus dan hoeven de student ook geen recht te geven om de responses rechtstreeks te downloaden. Statistics zijn meer geaggregeerde uitkomsten. Meestal gebruiken wij die toch niet. Het is voor mensen die niet zo heel veel van onderzoek weten soms wel handig. Want dan kun je in Lyme Survey een beetje al kijken naar de uitkomsten. Maar wij willen toch downloaden en analyseren in Jamovi of R of eventueel SPSS. Of Excel of whatever. Activeren of deactiveren mogen we in principe nooit geven. Dat moet altijd een WP-lid van de Open Universiteit zijn die surveys activeert. Content is wel heel handig om mensen al het recht te geven, zodat ze ook met de survey kunnen werken. Als je niet bang bent dat mensen per ongeluk de survey verwijderen, kun je ze dat recht geven. Maar in principe is dat natuurlijk niet nodig. Aangezien mensen ook zelf geen surveys meer aan kunnen maken,
ja, zou dat gewoon heel onhandig zijn als iemand dat doet. Server security settings zou ik ook uitzetten en via jouzelf laten verlopen. Survey instellingen hangt er een beetje vanaf of je de student dat recht wil geven. Hebben ze even bevroren. Dus survey security settings en survey settings hangt even vanaf wie de externe is, wie de persoon is die toegang krijgt. Dus daar moet je even over nadenken. Meestal kun je dat zelf instellen, want dat hoeft vaak maar één keer. Survey text settings, dat gaat dan over die, zoals daar staat, de description, welcome en end message. Dus dat wil je vaak wel de studenten laten doen. Token entries heb je meestal niet nodig, dus die hoef je meestal ook niet te doen. Dus eigenlijk hoef je alleen maar toegang te geven tot de om content te editen en de text elements te editen. Dan doe je save en dan vervolgens kan die gebruiker, als die inlogt, jouw survey zien en hier naartoe komen en die kan dan hier vragen toevoegen. Vragen in Lime Survey zijn georganiseerd per groepen en standaard worden ze getoond per groep. Dat is een van de instellingen die je in kunt stellen, maar daardoor kun je dus aangeven welke vragen je op één pagina wil hebben. Dus we voegen een eerste groep toe. Met optioneel een description. Randomisatiegroepen zijn super handig, maar wat complexer. En relevance equations ook, dus die skip ik even. En dan vervolgens slaan we deze groep op. Nu kunnen we in deze groep vragen gaan toevoegen. Dus met add question voegen we een vraag toe. Die vraag krijgt een code. En die code is heel belangrijk, want dat worden je variabele namen in Lime Survey. Dus let daar heel goed op. Die moeten dus normaal Engelstalig zijn, zodat je automatisch een soort van codeboek hebt. Die moeten zoveel mogelijk self-explanatory zijn. En het is slim om camelcase te gebruiken, zoals ik hier heb gedaan, zodat je makkelijk het verschil tussen woorden kunt zien. Dus laten we even ervan uitgaan dat dit informed consent is, bijvoorbeeld, als eerste vraag. Dan noemen we deze informed consent. Misschien zelfs informed consent intro, omdat we misschien eerst wat meer informatie geven en daarna pas de vraag stellen. Overigens kan for you ook informed consent afnemen. Dus je moet even kiezen of je dat daar wil doen of hier. Vervolgens kies je het vraagtype. En zoals je hier ziet, er zijn een aantal categorieën met allerlei vraagtypes. Het is belangrijk om je te realiseren dat de antwoordopties, die gaan we straks codes geven. En dat is ook precies wat in de dataset belandt. Dus daar moet je ook heel goed op letten. Je kunt hier een aantal instellingen instellen. Daar zijn instellingen voor. We slaan die nu op en dan gaan we even kijken naar de antwoordopties. Lime Survey meldt ons al dat we hier nog iets zijn vergeten. Daar kunnen we op klikken om die in te stellen. En dan zie je hier een van de waar je meningen over kunt hebben hoe handig het is in Lime Survey. De standaardcode is A1, wat natuurlijk super onhandig is als je dat doet, want daar kun je niet mee rekenen. Meestal wil je, als je een aantal antwoordopties hebt, dat die gewoon van 1 tot x lopen, zodat je makkelijk kunt hercoderen. Dus let goed op dat die zinvolle codes krijgen. Als je, zoals hier, een radiobutton vraag hebt, waarbij je dus eigenlijk een categorische vraag hebt waar mensen iets kiezen, wil je meestal geen cijfers gebruiken, maar de korte representatie van de optie. Bijvoorbeeld in dit geval no. Ik geef geen consent. En dan voegen we een antwoordoptie toe. Yes. Ik doe met liefde mee. Je kunt met quick add heel snel een aantal opties toevoegen. Dus bijvoorbeeld zo, na de puntkomma, dus voor de puntkomma staat de question code, die deel uit gaat maken van de vraag of die het antwoord wordt wat je in gaat lezen in je dataset. En daarachter staat het label. Dus nu kunnen we vervangen of toevoegen. Laten we vervangen. Nou zijn dit de antwoorden. En dat kunnen we opslaan. Oké, nou zo ga je dan door en kun je vragen en vraaggroepen toevoegen. Je kunt dus nog veel meer zoals telen en zo, maar hiermee kunnen de meeste mensen al een basic vragenlijst in elkaar zetten. Als je nou vervolgens op een gegeven moment data hebt, dan kun je hier bij responses, wat hier ergens staat. Oh, misschien verschijnt hij gewoon pas als je live bent. Oh ja, hier staat hij ook niet. Oké. Nou, als we eenmaal live zijn. Oh, ik heb waarschijnlijk nog wel een vragenlijst die live staat.
Of live stond in elk geval. Oké, ja, hier hebben we nu import display slash export staan. En hier links staat nu als het goed is ook iets. Ah, responses. Dus daar kun je dan op klikken. Dan kunnen we de responses zien. En we kunnen exporteren. Dus dan doe je export responses. En dan kun je hier aangeven naar wat voor formaat je wil exporteren. Bijvoorbeeld de syntax en de data van R. En je kunt ook, zoals je net wellicht al zag. Ik vraag me af of ik daarna terug ga als ik close doe. Ja. Export responses to SPSS. En dan download je ook een syntaxbestand en een databestand. Het is heel belangrijk om dit te testen. Dus om een aantal mensen dat ding in te laten vullen. En je data te downloaden en die grondig te bekijken. Voordat je start met de dataverzameling. Want met enige regelmaat krijg ik mails van mensen die zeggen van, oh, ik zie nu ik de data heb geïmporteerd, dat de vraagcodes niet helemaal goed zijn. Wat moet ik nu doen? Dus zorg dat je data-integriteit, of in elk geval de integriteit van je setup, klopt voordat je start met dataverzameling. Nou, dit is een beetje de basis van hoe je met Lime Survey werkt en de simpele dingen doet. En hoe je dat inricht voor anderen, als je een wetenschappelijk personeelslid bent bij ons. En ik ga vast nog wel meer filmpjes maken met meer uitleg. Dankjewel voor je aandacht.